We zijn de studenten van Thomas More, tweede jaar Logistiek Management. En wij mogen hier, wij krijgen de kans om deel te nemen aan een hackathon, mede georganiseerd door de stad Mechelen, in verband met groene stadslogistiek. En het doel is eigenlijk tegen 2030 een emissievrije zone te creëren over heel de stad. Ik vind dat eigenlijk een fantastisch idee, omdat wij dan als student een keer uit onze comfortzone worden getrokken. En onze kennis die we eigenlijk, want we krijgen continu logistieke kennis, theorie. En nu kunnen we die eigenlijk een keer praktisch echt toepassen in de praktijk. En dan vind ik ook dat de student een beetje het gevoel heeft van, en dat is eigenlijk ook zo, dat wij echt worden betrokken in iets, samen naar een oplossing zoeken. En onze kennis en te gebruiken om Mechelen te helpen en voor het klimaat en de toekomst van de stad eigenlijk.